sigma. De sigma-notatie wordt in de wiskunde gebruikt als opsommingsteken. Het geeft de som van een aantal opeenvolgende termen van een getallenrij aan, waardoor je een lange som korter kan maken. Hieronder een voorbeeld van een rij die ingekort wordt door gebruik te maken van het sigma-teken. Zoals je kunt zien bestaat een sigma-teken uit verschillende onderdelen. Te beginnen met het cijfer 8 aan de bovenkant van het sigma-teken. Deze 8 betekent dat de originele somrij tot keer 8 loopt. Verder staat er aan de onderkant van het sigma-teken. Door de K is O weten we dat het laatste getal keer 0 moet zijn. Zo kunnen we uiteindelijk dus concluderen dat het getal boven de sigma het hoogste getal aangeeft. Terwijl je aan het getal na de K juist het onderste getal kan aflezen. Tot slot betekent de x tot de macht k simpelweg dat het gaat om een somreeks met getallen die allemaal een x hebben. Via de app kies je vak, stel je vraag en krijg direct hulp. Mr. Chat, geen probleem.